Mike, jij staat te wachten. Je stond net op je mobiele telefoon te typen op een bankje aan de achterkant van het Centraal Station hier in Leiden. Klopt. Je bent het station uitgezet? Nee, ik was vanochtend al op station om 7:45. En eigenlijk wilde ik weer terug het station ingaan om mijn spullen te pakken. Die zitten in het kluisje, zodat ik weer naar huis kan gaan. Dus, maar ja, we kunnen er niet in. Dus dat is een beetje het probleem. En zonder je spullen kun je niet? Nee, ja, ik heb daar al mijn belangrijke spullen in zitten. Ik kon ze niet allemaal meenemen naar school natuurlijk. En ik was lopend gegaan naar school vanochtend, maar toen had ik nog niks gezien. Ik hoorde van mensen hier dat het rond 7:45 allemaal begon met afzetten en zo. Dus ik had het net gemist en kwam weer terug en ik zie allemaal linten en politieauto's. En, ja. Dus ik ging gelijk opzoeken op internet wat er aan de hand was. En toen zag ik dat er iets met een verdacht pakketje aan een paal vastzit of zoiets. Ben je bang? Ja, een beetje. Maar het is best wel gezellig hier met iedereen. We houden elkaar een beetje up-to-date met dingen. Dus, en ik hoorde van dit meisje dat zij, ze stond ook hier vanaf 9:00 al, denk ik. Ja, toch? Dus even naar jou toe. Ja. Want jij zat hier dus ook al heel lang. Ja, ik zat hier om 9:00 vanochtend al. Ik moet naar school, ik moet naar Rotterdam. Ik moet examens maken. En ik kom hier vanochtend aan en bommelding, vreemd, wat is er aan de hand? En uiteindelijk met een paar agenten staan praten. En die vertelden dat het om een vuilniszak gaat, die om een paal zit vastgebonden. En dat het toch wel wat serieuzer was. En toen is de explosieve opruimingsdienst aangekomen met zo'n soort robot. En die is nu naar binnen en verder hebben we ook nog verder geen nieuws gehoord. Dus, hoe moet het nou met jouw examen? Ja, ik heb gebeld naar school en ze zeggen, weet je, dit is onmacht, daar kan je niks aan doen, dus je mag hem later overmaken. Mocht het eerder klaar zijn, dan kan je alsnog komen, maar dat hoeft niet. Maar ja, wat hij net zegt, het is hier, je houdt iedereen een beetje up-to-date, dus dan blijf je toch wel staan. Ja, up-to-date hou je elkaar. Ja. Je houdt elkaar up-to-date, maar het is ook wel koud. Dat wel, ja, inderdaad, het is behoorlijk koud, maar ja, ik weet niet, het is toch, ergens is het toch een soort van spanning. Tuurlijk, je bent wel bang dat er misschien wel wat kan gebeuren, maar ja. Het is wel zoiets, je staat hier en ik moet toch de trein hebben, dus dan wacht je maar. En dan kijk je ondertussen maar wat je opvangt en wat je ziet. Dus. Wat een boel consternatie, hè? Heel veel brandweer, veel politie, explosieve opruimingsdienst, camouflage pakken, een robot. Ja, toen ik hier aankwam stonden er denk ik 4 politieauto's, een ambulance en dat was het. En het was afgezet en er stonden een paar agenten. Maar je ziet allemaal brandweer. Binnen een uur tijd kwam er brandweer met gillende sirenes aan. Onder begeleiding van politiemotoren kwam de explosieve opruimingsdienst. Alles werd nog meer afgezet. Iedereen moest weer verder achteruit. Dus vanaf dat ik hier stond is er wel echt een hele hoop veranderd en groot geworden. Dus het is nou maar afwachten.